Goedemiddag, Sander van Gissel. Goedemiddag. Ja, Sander, ten eerste natuurlijk van harte gefeliciteerd met je nieuwe aanstelling bij FC Groningen. Ja, dankjewel. Ja, was het verrassend, deze stap die je nu maakt? Voor mij in ieder geval niet. Misschien voor anderen wel, dat weet ik niet. We waren al wat langer in gesprek over richting de toekomst. En daar is wel vrij snel, die nieuw te vormen groep onder 21 ter sprake gekomen. En onderweg, dan krijg je er zelf een bepaald idee en gevoel bij. En dat had ik eigenlijk al wel vrij snel. Dus wat dat er gaat, sluit dat wel goed aan met mijn eigen ambitie en ook wel wens. Zeg maar om meer zelf voor de groep te staan. Ik sta nu natuurlijk ook wel veel voor de groep, ja. Maar dan wel weer meer zelf verantwoordelijk. En die kans die wordt me nu geboden. Ja, maar als je kijkt hoe jij nu bezig bent bij FC Groningen, je komt bij de club, je wordt trainer van FC Groningen onder 17. Dan ga je assistent van Danny Buijs en nu weer zelfstandig coach van onder 21. Ja. Dus je gaat eigenlijk alle kanten op binnen de club. Ja, nou, alle kanten op, dat weet ik niet. Kijk, het is ook zo, er komen soms dingen op je pad. Als dat gebeurt, dan denk je erover na en dan maak je keuzes op basis van argumenten. Soms ook wel op basis van gevoel. En volgens mij is dit ook een combinatie daarvan. Dus ik denk dat ik eigenlijk 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden een bewuste keuze heb gemaakt om te kunnen gaan assisteren. Dat ik daar ook heel erg veel weer van heb opgestoken. Wat er ook voor zorgt dat ik dit ook zie zitten. Graag zou willen is dat die samenwerking, zoals we die hebben ingezet bij het eerste. Met Danny, maar ook met de andere trainers. Eigenlijk met de staf. Ja, dat die ook nu, dat ik in een andere rol bij om 21 kom. Ja, dat die samenwerking wel doorgaat. Want dat is wel het idee. Dat we daarin gewoon heel nauw met elkaar samenwerken. En dat er wat anders uitziet dan tot voor kort het geval was. Dat is ook duidelijk. Maar het blijft daar wel heel dicht bij betrokken. En uiteindelijk hopen we natuurlijk dat vanuit het onder 21 team ook de jongens die laatste stap natuurlijk kunnen zetten of kunnen blijven zetten. Want daar hebben we het ook afgelopen seizoen een aantal voorbeelden van gezien. Ja, maar het is ook ontzettend belangrijk voor jouzelf, denk ik. Want je doet steeds meer ervaring op zo. Ja, nee, dat is ook zo. En daarin ga je inderdaad ook door door je eigen ontwikkeltraject. En kom je er ook wel onderweg achter waar je goed in bent, waar je minder goed in bent, wat goed bij je past en wat goed bij je kwaliteiten past. En net wat ik al een beetje aangaf, ik denk dat dit heel goed aansluit bij mijn ambitie. En ik krijg daar de komende 2 jaar ook alle ruimte voor om die kans te benutten en om weer door te gaan ook in mijn eigen ontwikkeling. Dus eigenlijk kun je rustig zeggen dat vanaf het begin dat jullie in gesprek waren gegaan, dat dit eigenlijk de doelstelling was, jij trainen van FC Groningen onder 21? We hadden nu best een grote staf. Hè? Danny Buijs als hoofdtrainer, Adrie, Alfons en ik als assistenten en dan natuurlijk Bas. Natuurlijk ook nog als keeperstrainer erbij. Ja. Het idee is wel om en de groep, dus de spelersgroep, iets kleiner te maken dan dat die tot nu toe geweest is. En daarbij past ook dat je dan qua trainers ook iets verandert. Daarbij is het natuurlijk zo dat onder 21 team weer nieuw geformeerd gaat worden. Dus daar is ook de vraag. Dus eigenlijk kwamen die dingen bij elkaar. Ja, maar ik neem aan dat je wel ontzettend veel hebt geleerd, ook van Danny, Adrie en van Alfons. Ja, absoluut. En ik hoop ook andersom. Ja. Volgens mij hebben we ook zo steeds wel gewerkt. En dat hebben we ook wel naar elkaar uitgesproken. Je bent het misschien niet altijd met elkaar eens.
volgens mij kom je onderweg gewoon heel veel dingen kom je tegen. Sommige dingen die zijn weer nieuw voor je. Andere dingen heb je zelf al wel vaker meegemaakt. Maar daarin heeft ook ieder zijn eigen, zijn achtergrond en zijn eigen ideeën. En ik denk dat we tot nu toe dat we best behoorlijk in staat zijn geweest om daar een vruchtbare samenwerking van te maken. En dat zei ik net ook al. Ik hoop dat we die ook op die manier voort kunnen zetten. Of sterker nog, verder kunnen uitbreiden. Net in een iets andere samenstelling. Ja, ik denk dat Alfons Aerts ook heel belangrijk is voor deze groep. Vooral met zijn ervaring. Want die man die traint al heel lang in het betaald voetbal. Ja, klopt. Kijk, wordt natuurlijk wel vaker gezegd. Trainer, coachen. Het is ook een ervaringsvak. En vanaf het moment dat ik stopte als voetballer, wat Alfons ook heeft gedaan op een bepaald moment. Dan had ik ook niet het idee van, dat trainer coachvak, dat doe ik wel even. dat ga je ook onder job ervaren. En bepaalde dingen, die heb je al eigenlijk gemaakt, of daar ben je al misschien wat beter in. Ja. Anderen die kom je tegen. En daar word je bewust van. En van andere dingen weet je al van dat je daar je ontwikkeling moet maken. Dus zo is het eigenlijk steeds van waar wil en kun je je in ontwikkelen? Wat zijn je sterke punten? Goed, dat geldt voor ons allemaal. Hè? En zo is het ook steeds weer een weg om weer te verbeteren. Zo sta ik er in ieder geval wel in.